Als vader mag je gek doen, maar je moet niet gek zijn. We hebben een smartie gemaakt. Daar is die. Het is een jongen! Je kent hem misschien wel van de reisreclame of van Rijman of van vele series en films waar hij een rol in gespeeld heeft. Ik ben onderweg naar Quintus Risti om te laten inspireren over het vaderschap. Welke Surinaamse waarden heb jij meegenomen naar Nederland in de opvoeding? Vreemd gaan. Even voor de duidelijkheid, we eten ook uit één bord nu, hè? Ja. Dat is grappig. Ja. Hoe gaan we die kroket verdelen trouwens? Het is maar een heel klein kroketje. Kunnen we misschien even... Wacht even. Oh. Ja, ja, laat zien hoe klein hij is. Hij is echt... Kijk. Dit is een mini kroketje. Hoe zal jij het verdelen met je kind? In je mond en dan naar elkaar toe eten. Ja, ik denk dat je mijn gedachten wilde linnen, dat je mijn gedachten laat. Weet je hoe lang ik jou wil zoenen? Nou, kom hier. Oké, okay, we gaan het samen delen. Ik vind het heel eng. Ja? Hij probeert het middelste gedeelte. Wauw. Vanaf dag 1, vanaf de geboorte, normaal praten en communiceren. Niet als een baby. Nee. Ja. Nee, papa vindt het niet leuk. Ja. Papa heeft pijn. Hoe gaat het met je? Ook al kreeg je geen reactie. Hoe gaat het met je? Heb je lekker geslapen? Ah, ik voel me heb je lekker geslapen? Ja, papa. Heb je van papa gedroomd? Hopelijk wel. Niet van die lelijke mama van je, toch? Nee, want je lijkt op je papa. Zorg ervoor dat je wel altijd eerlijk bent tegen je kind. Hoe moeilijk het soms ook is. Ja. En dan moet je niet letterlijk zijn, maar eerlijk zijn van even nu niet, of papa wil er niet over praten. Ja. Weet je, probeer niet je gevoelens weg te stoppen voor je kind. Precies hoe jij aan je kind ziet dat er iets is, ziet je kind dat er ook iets aan jou is. Lekker. We gaan zo meteen nog een challenge doen natuurlijk, ja. Dus blijf kijken. Ik heb een leuke challenge. Eerst heel even naar Lianne. En Lianne is van de gemeente Rotterdam, die gaat binnenkort privatiseren, maar die heeft onderzoek gedaan naar sport. Ja. Wij regisseren de sport, om maar zo te zeggen. En daarmee proberen we eigenlijk alle Rotterdammers zoveel mogelijk in beweging te krijgen. Wat zou je me aanraden? Omdat jij vader wordt en je gezond wil worden. Juist. Je gaat het nog drukker krijgen, maar op een andere manier. Dus wat ik je aan zou raden is, ga plannen voor jezelf. Ja? Ja. Weet je wat ik vaak heb? Ja. Dan om 6 uur zegt mijn vriendin, jij moet toch zo sporten? En dan zeg ik, oh, fuck ja, inderdaad. En dan moet ik in alle eil mijn sportbroekje aandoen en dan even snel naar het park. En... Ja. En dat is wat we heel veel zien binnen deze doelgroep. En dat is ook wat die onderzoeken eigenlijk uitwijzen. We willen ook heel veel. En we willen en een leuke baan hebben en we willen reizen. En we willen een leuk huis, in een leuk huis wonen. En we willen dan waarschijnlijk ook nog kinderen. Ja. En hoe gaan we dat dan allemaal tegelijk plannen? Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dan voor jezelf de persoonlijke tijd, is dan het sportuurtje, moet gaan inplannen. Ja, heb jij veel gesport vroeger? Ja, als kind wel. Tot B1 van RVVA. En dat was waterballet? Toen was ik 14. Nee, voetbal. Sorry. Oh, voetbal. Ja, oh. Ja, waterballet. Zullen we kijken wie het snelst een peper kan opeten? Oh nee. Meen je dat? Ja. Heb je fiets? Ik heb fiets, maar ik ben aan het werk. Nee, wil je die fiets aan haar geven? Als je deze straat uitfietst, dan probeer je bij de toko. Ik ben helemaal begonnen. Wat een kutprogramma heb ik bedacht. Stel je voor dat jullie samen een hap nemen, even kouden, doorsteken, dan zeggen wat er door je heen gaat? Nee, ik ga het gewoon één keer in mijn mond stoppen. Nee, ja. Dames en heren, kom, presenteer je pepertje. Ja, presenteer je pepertje. Ja, we zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Ja. 1. Wat gebeurt er eigenlijk als je hem per ongeluk inslikt? Nee, je moet hem niet inslikken. Je moet gewoon kouwen. Blind kouwen. Verstand op 0. Oké, okay, ready? Steady? Go. Koud, koud, koud. Koud, koud, koud. Koud, koud. Koud, koud. Koud, koud. Koud, koud, koud.
Heren, kom, jullie kennen het. Gebruik je mok om vinger. Fucking hell. Klopt, wat gebeurt? Wat heb jij gedaan? Maar mensen thuis, dit is vals spelen. Kijk. Dus ik vind dat jij hem ook moet eten. Het mooie ervan is. Een van de belangrijke. Moet ik die karnemelk doorslikken? Weet je wat het allerbelangrijkste is? Toch? Als vader mag je gek doen, maar je moet niet gek zijn. Pas op. Hoe voelt het?